Hey, rustig. Hey, psst. Zoek jij FIFA Coins? Nee. Echt niet? Nee. Nee, ik ga ze het beste kopen op FIFAcoinskopen.nl met de code Mattie voor jouw korting. Yo mensen, daar hebben ze. Hou je bek naar, Shane. En nu heb ik zo'n fantastisch team gebouwd. En moet je nou eens kijken. Ja, je ziet het niet goed, Hansen. Je komt er niet aan. Ik heb serieus al voor 500k aan bronzen packs geopend. Dat lijkt weinig, maar weet je hoe lang het duurt als die dingen 750 coins kosten? Je packt die Hansen gewoon niet. En iemand die niet gepackt wordt, kun je ook moeilijk gaan snijpen. Want hij komt gewoon niet op de markt. Dus ik ga mijn laatste hulpmiddel inzetten. Twitter. Hallo Harm, lekker. Heeft iemand een informatie in zijn club die hij mij wil verkopen / uitlenen? Dus we gaan Hansen terugzien in de video. Als ik hem weet te krijgen. Die stomme Milo heeft er een, maar die wil hem niet geven. Want als hij hem geeft, wordt zijn vader boos op hem. Ah! What the fuck? Ah! Shoutout naar Koen zijn video, je wil de hele video zien. Zo klinkt het de hele dag beneden. Check hem in de beschrijving. Tering area. Twee geld. Van mijn moeder. Tekening zelf gemaakt, tekening. Tekening die ik zelf heb gemaakt. Hartstikke idee. Het is een banaantje. Het probleem met die hele teringmarkt is op dat moment. Is dat zelfs Tommy Beugelsdijk extinct is. Rustig. Eén iemand is heel lief en die zegt dat hij mee heeft. Maar die zegt: ik ben over 3 uurtjes thuis. Ja. Ik raakte in paniek, jongen. Zie die replay dan, jongen. Wat is met elkaar? Oh shit, wat is er gebeurd? Bam, live sniping sessions met Mattie. Heerlijk, gruwelijk gek. Hoe is het mogelijk, gek? Het is niet te geloven. Rustig. Lekker, Tommy. Hij is echt ontiegelijk zeldzaam. Het is echt niet te geloven. Ja, laten we gaan beasten met Ado. Rustig. Ado. 2 Ado-legendes in de spits is al genoeg, dus ik verander naar dit. Dus ik moet zeggen, er is niet gek veel veranderd, maar op elke linie een versterkingtje kan geen kwaad. Dit wordt zo beast, hè. Let's go, Dio. Oh, die lekkere hakbal gaan we weer nadoen, hoor, gek. Hekkie? Nee, hij deed een hakkie. Oh, stukzooi. Gaat ze rullen. Hé, hey, jongens, wat weet je van deze bel? Wat weet je van deze bel? Allemaal van juwelier Knoef. Tommy. Dit zijn skills. Tommy. Tommy, rustig! Hansen! Martin Hansen! Het is echt niet te geloven! Deze 2 Ado-beesten doen het! Het is echt niet te geloven! Je ziet hem lopen! Aanvoerder nummer 1, lange mouwen! Waarom zak een kutkapsel in? Straight money blowen! Ik heb 2 tientjes zakgeld gekregen en ik zit er al stoel mee te doen. Hansen, daar is hij weer, Hansen. In de korte hoek, Hansen. Rustig. Oh, is hij links of rechts? Hij is toch rechts? Dat hakje in die haske met zijn rechterbeen. Als je met Hans wil chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb... Heeft hij eigenlijk een goede in-game stat? Zouden ze dat... Nee, ze hebben alles gewoon op 25 gepleurd. Ze hebben niet uit deze naar ze... Ze hebben niet voor de lol een stat, een volley of zo hoog gemaakt. Dan moet je maar op dammen gaan. Oh, zie je sowieso. Hij moet op dammen gaan met zo'n lelijk shirt, jongen. Dan kun je gewoon op dammen. Timothy de Rijk is gewoon slecht. Ik bedoel, die jongen, de Rijk is gewoon een hele goede voetballer. Daar ben ik van overtuigd. Nee, je moet gewoon je back out, Tom. Rustig. Dit is echt... Ik heb het echt al 80 keer... De scheidsrechter geeft een doeltrap aan. Hier zitten die tackle weer, Juri. Rusten bij 2-0. We gaan goed, jongens. Oh, Tommy. Tommy in 1 keer. Tommy! Oh! Dit is een... Ik ging letterlijk 1 centimeter naast mijn bakje koffie. Ali! Tekening zelf gemaakt. Tommy scoort die 9.7. Rustig! Oh, let's go naar die volgende pot heen. Zo, normaal doe je... Maar ik deed... Wat was dat heen? Ik heb wel ziek dorst gekregen, gek. Heb je wat drinken voor me? Ja? Oh, tje... Oh, is dat bier? Oh nee, dat vind ik niks. Wat is dit? Aanval is 50. Gek. Ja hoor, natuurlijk helemaal goud. En 2 random zilver, brons. Hè? Straight money blow. Oh, kut. Nee, geef dan niet die penalty. Je
Dit is de kampioensoverwinning, dus... Dit is de kampioensoverwinning, hij neemt de penalty. De kampioensoverwinning, het is Sillissen. Ik wilde zeggen Hansen, maar die staat natuurlijk niet weer op doel nu ineens. Zijn eerste penalty die hij houdt in zijn leven. Hansen, spitsendiefje, goaltjesdief. Spitsendiefje, wat is dit nou weer? Oh, je bent mijn spitsendief. Oh nee, hij scoort. Oh nee, vervelend. Splijtend, Tommy. Tommy. Rustig. Roland Alberg op de keeper. Op Hansen! Ik snap er niks meer van. Nee, dit team is ziek goed. Peace addict in plaats van pace addict. Het is echt kansloos. Het sneeuwt. Nou, in Denemarken weten ze er alles van. Dus Hansen is dit echt time to shine, jongen. Maar hij heeft geen zin in de aftrap of zo. Dan ga ik maar weer drinken van... Koffie. Die bal helemaal niet, jongen. Weet je, om een beetje in de sfeer te komen, ook bij mij in de studio. Nou, let's go. Nu voel ik hem. Nu voel ik hem niet. Ja, hij redt ook die bal nog met zijn koppie van de lijn. Ingesmeerd en al. Nee, oeh, wat is dit? Nee. Ja, via. Ik heb wel echt respect voor deze man, hoeveel skills hij heeft. En hij gooit het ook op tafel, weet op je wel. Hij... tafel? Doe je bek, meneer Mandje. Nee, doe ik niet. Doe je wel. Nee. Kijk, op doellijntechnologie. Ja, je ziet. Kijk, we hebben de doellijntechnologie nodig om te zien dat hij er niet in zit. Ik twijfelde al of dat hij erin... Ja, kijk, ja... Het scheelt niet veel. Nee, ik bedoel, nee. Ja, nee, wel fijn dat we die techniek hebben tegenwoordig. De paai maakt hem dan maar. Nee, grapje, dan maak hem met... Rustig. Hallo, luikjes. Hier zien jullie Mattie met zijn gefocuste blik. Oh ja, shit, de gefocuste blik had geen invloed. Nou echt, klapjes hé, hij heeft gewonnen van mij met zijn pace team tegen het almachtige Hansen en Beugelsdijkjes team. Ja, een blauw duimpje. Rustig. Nee. Gaan we een zakgeld uitgeven.